Ik sta hier op dit moment op mijn opnameveldje vlakbij het SC Heerenveen Stadion. Mijn vertrouwde opnameplekje voor internethelden is aangepakt. Want ja, ik ga weer een nieuwe aflevering opnemen. Het is op dit moment alleen wel heel heet. Ik zit hier namelijk met een bodywarmer aan. Waarom heb je een bodywarmer aan met de hitte? Aangezien ik weer redelijke autistische reacties van jullie krijg. Aangezien ik er toch wel best lekker uitzien met deze bodywarmer. Ik weet het, ik weet dat ik er lekker uitzie. Jongens, Sony bodywarmer zie ik er ook gewoon lekker uit. Maar ja, jullie vinden toch dat ik lekkerder uitzie met bodywarmer. Dus ik hou voor de mensen die me lekker vinden met de bodywarmer, hou ik lekker de bodywarmer aan. Op dit moment is er een grasmaaier voor mijn neus. Ik hoop niet dat hij hier gaat grasmaaien. Dat zou ik tamelijk jammer vinden aangezien dit mijn opnameplekje is. Ik hoop dat hij op dit moment doorrijdt. Ja, alsjeblieft door. Oh jongens, hij komt hier langs. Hij komt hier langs. De grasmaaier. De grasmaaier komt hier langs. Het is de grasmaaier. Jongens, jullie horen hem al. Hij komt er bijna langs. Ga even zwaaien. Hij zwaait terug. En daar zien jullie de grasmaaier. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Internetheld is aangepakt. Jullie vragen je natuurlijk allemaal af, wordt dit een normale aflevering? Nou ja, het wordt een hele normale aflevering, maar wel met een heel heftig verhaal. Want dit internetheldje heeft het me echt behoorlijk moeilijk gemaakt. Want wat was het een onderzoek, ja. Peter R. de Vries is hier niks vergeleken bij. Sorry Peter, ik heb respect voor je man. Deze hele serie is op jouw serie gebaseerd. Shoutout naar jou, Peter. Vandaag behandelen we niet één reactie, nee, we behandelen een heel persoon. Een persoon die zich op internet Yannick van der Stegen noemt. Zo upload hij bijvoorbeeld dit. Sim, ik film me! Man, ik heb zo last van kont. En plaatst hij zulke titels. Maar dit is niet het enige. Ook is hij een bekend reactieplaatser bij verschillende YouTubers. Vooral bij Gio is hij bekend. Deze Yannick staat zelfs in zijn thumbnail. We hebben gelukkig genoeg bewijs om te laten zien dat wij het juiste internetheldje hebben opgespoord. Alleen hebben we helaas niet genoeg bewijs om te laten zien wat voor video's hij heeft geüpload en hoe hij op deze video's reageerde. Want deze Yannick van der Stegen had nogal een rare manier om met zijn eigen kijkers om te gaan. Een hele rare manier. Nou zou je denken, hij heeft zijn volle naam gebruikt. Dit dacht ik dus ook. Ik google zijn naam en kan helemaal niks vinden. Ik vertrouw dit niet. Via Google kun je ook op foto's zoeken. Misschien gebruikt hij een nepfoto en is die foto van iemand anders. En verdomd, het is ook nog zo. De foto die wordt gebruikt is een kinderfoto van ene Erik van Boom. Een DJ. Bij deze is Erik dan ook heel erg beledigd, want mensen hebben zijn hoofd voor alles en nog wat uitgemaakt. Maar als je profielfoto al nep is, is je naam dan wel echt? En ben jij degene die we in je video zien? Ik ga er niet van uit, want zo achterlijk kun je toch niet zijn? Ik kijk wat rond op zijn kanaal en in zijn subbox staat een gamer met Stijn. Ik kijk een video van hem en verdomd. Dit is dezelfde jongen die op het kanaal van die Yannick staat. Eerst denk ik nog dat die Yannick deze Stijn is. Maar als ik zie dat de video's die op het kanaal van die Yannick ook op het kanaal van Stijn staan, begin ik toch een beetje te twijfelen. En dat is terecht. Alle video's die op het kanaal van Yannick van der Stegen staan, staan ook op het kanaal van ene Stijn. Dus ook al zijn video's zijn nep. Nou ja, niet nep. Ze zijn van een ander kanaal afgehaald om vervolgens op zijn kanaal te uploaden en zwart te maken. Dat levert veel imagoschade op voor Stijn, want iedereen denkt dat hij die Yannick is die zich zo misdraagt. Maar dat is dus niet zo. Het gaat een moeilijke klus worden om iemand op te sporen die alles faked. Maar toch hebben ze één ding gemeen. Het Zuiderse tintje. Alle achternamen en alle mensen die ik hoor in de video's hebben allemaal een Zuiders tintje. Dit wordt helemaal bevestigd. Deze zogenaamde Yannick heeft namelijk alle video's die hij heeft geliked openbaar staan. Video's liken is toch al wat persoonlijks. En hier kunnen wij dus wel wat mee. Tussen zijn gelikte video's staat een video van iemand. Een account met één abonnee. Deze persoon, ik noem hem eventjes Jan, kan een aanknopingspunt zijn. Deze Jan heeft zijn naam volledig op YouTube staan. Dus zoek ik hem op Facebook. En dit levert wat op. Ik kom namelijk in contact met deze Jan en vraag of hij deze Yannick kent. Hij zegt hem te kennen, dus ga ik met hem in een Skype call. En in deze Skype call komt hij met dit bewijs. Een bewijs waarin iemand zegt van, yo,
Wil je niet zeggen dat ik die Yannick ben? We krijgen de gegevens van deze persoon en ik ga het even natrekken. Je kan natuurlijk niet zomaar iedere screen geloven. Maar dan kom ik bij het eindbewijs waardoor ik zeker weet dat degene op de screen de beheerder is van het Yannick-account. Tussen zijn gelikte video staat namelijk een video van mijn designer, GetNow Designs. Ik vraag even naar voor wie hij de Chark logo heeft gemaakt. En zonder dat ik iets vertel over mijn onderzoek, geeft hij de naam door van degene van die op de screen zei van niet zeggen dat ik het ben. We hebben dus nu twee sporen die naar hem leiden. Dit is hem dus, het internetheldje. Hij komt uit België, dus we gaan voor het eerst in internetheldjes aangepakt naar België bellen. En ik moest harder van jullie zijn, dus ik ga harder zijn. Let's go, we gaan hem bellen. Ik ga even bellen via Skype, want dat is natuurlijk wat goedkoper als je helemaal naar België moet bellen. Dus vandaar dat ik mijn headset even op heb. Ik ga bellen jongens, ik ben benieuwd. Hallo? Hallo, met Darshan Boerema spreekt u? Uit Heerenveen, Nederland. Ja. Ik had een vraagje. Uw zoon is... Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik ben namelijk een onderzoek aan het doen naar internetheldjes op YouTube. En wat bedoel ik met internetheldjes? Dat zijn kinderen die zich misdragen op internet. En ik ben op uw zoon gestuit en die misdraagt zich nogal op het internet. Hij heeft een nep-account, ja, hij heet Yannick van der Stegen op het internet. En hiermee maakt hij andere mensen helemaal zwart. Hij maakt video's met als titel van, ik toon kankerzusje in naaktfoto's, dat soort dingen in bad zet hij op YouTube. Hij maakt andere mensen zwart, hij reageert hele rare reacties. En ik vroeg me af wat u daar nou van vindt. Dat uw zoon zich zo misdraagt. Oké, dat zal er met mijn zoon eens over praten. Nou, ik zou graag willen weten wat u er nu van vindt. Wat is het eerste wat bij u uitkomt? Want we hebben namelijk onderzoek gedaan. Ik heb ook al met uw zoon via Twitter erover gepraat. Hij ontkende het. Maar ja, ontkennen, het is een beetje dom. Als ik tegen uw zoon praat, heeft hij gelijk alles verwijderd. Dat is natuurlijk een beetje dom, want daarmee maakt hij zich 100% verdacht. En er zijn ook andere aanknopingspunten. Bijvoorbeeld een designer, dat zijn mensen die dan dingen maken, beeld dingen maken, een logo en dat soort dingen. Daar heeft een designer voor hem wat gemaakt en die video heeft hij leuk gevonden. Kun je ook allemaal zien op zijn kanaal. En als klap op de vuurpijl heeft een vriend van hem, heeft een screenshot aan mij laten zien dat hij op Facebook vraagt van, hey, wil je niet zeggen dat ik het ben? Oftewel, uw zoon is het 100% zeker en ik vroeg me af wat u daar nou van vindt. Ja, ik vind het ook ongepast. Ik heel duidelijk, nee, dat eigenlijk niet doen zo dingen op YouTube zetten of dingen doen wat dat... Ja. Dus hij weet wel wat zijn fout is, maar ik weet niet wat hem eigenlijk... Ja, het punt is, kijk... Moet ik me toch even over praten, hoor. Het punt is namelijk wel, hij dacht dat hij anoniem was. En dat is hij totaal niet. Wij hebben dus dat kunnen vinden. Hij had een paar steekjes losgelaten, zeg maar. En van die steekjes konden wij net gebruik maken om te kunnen achterhalen dat hij dit is. En ik heb ook de school van uw zoon gebeld om zo aan uw telefoonnummer te komen. Want dat was het enigste dingetje. Ik wou u graag aan de telefoon krijgen hierover. Maar dat ging dus helaas niet. Want ja, dat heeft hij dan wel goed verborgen, het telefoonnummer. Maar ja, we hebben wel via dus het nummer via school kunnen krijgen. Ik ben benieuwd wat u eraan gaat doen. Wat vindt u ervan? Ja, nee, ik zal er heel goed met mijn zoon over praten en dan met mijn man ook erover bespreken. En dan zullen we trekken en dan zal hij een straf krijgen. Maar heeft hij die dingen verwijderd? Want ik vertrouw eigenlijk... Ik heb gezegd, je mag dingen doen, dus ik zeg niet dat hij niet dingen mag niet doen op internet. Maar ik zei, als ik erachter kom dat je iets verkeerd hebt gedaan... Dan gaat je een straf. En wat? Ik trouwde mijn zoon tot aan op dat. Dus ja. Hij weet heel goed genoeg wat wel mag, wat wel mag, wat niet mag. Ik heb hem dikwijls gezegd dat hij. En dergelijke andere dingen. Je moet heel goed oppassen wat wel mag opgezet worden, wat niet mag opgezet worden. Dus dat is heel goed dat ik dat nu weet. Dus die op de computer mag een bepaalde tijd. Ja. Zullen we zien wat hij daar dan raakt. Maar
op uw vraag van heeft hij alles al verwijderd. Hij heeft inderdaad alles verwijderd. Alleen het lijkt een beetje alsof hij een account heeft aangemaakt, zeg maar, om populair te worden. Want hij heeft dan bijvoorbeeld bij een bekende YouTuber heeft hij een hele rare reactie geplaatst. En die YouTuber heeft aandacht aan hem gegeven. Ja, niet aan hemzelf, maar aan zijn alter ego, zeg maar. Zijn nep-account. Het lijkt alsof hij probeert zo populair mogelijk te worden op YouTube. Met verkeerde aandacht, zeg maar. Onder een andere naam. Dat is, zeg maar, het punt. En ik ben blij dat u daar wat aan gaat doen. Want u bent natuurlijk niet... U bent niet de... Of hij is niet de eerste. Ik bedoel, ik heb namelijk... ik doe hier langer onderzoek naar. En ik heb echt al een stuk of 6, 5 mensen. Die heb ik al erop aangesproken. Maar er zijn nog duizenden. Heel veel mensen. Kinderen en ouders. Nou, vooral kinderen dan. Die denken dat ze anoniem zijn. En de ouders weten... Kijk, als uw kind anoniem is. Dan kunt u als ouder dat ook natuurlijk nooit vinden. Want als u gewoon zijn naam googelt. Dan zal u daar nooit op komen. Want hij heeft een andere naam erop. Dus dat... Dus het ze spelen een soort spelletje. Maar zo normaal, ik had hem wel gezegd dat hij zijn eigen naam, dus die niet erop mag, heel goed genoeg. Ja. Die bleef wel anoniem, maar ja, u heeft hem toch gevonden via zijn school. Ja, het punt is wel, kijk, als je goed doorstuurt, kijk, hij had zeg maar geen video's met zijn naam. Hij zegt ook dat hij in Nederland woonde en alles, maar alles wat op dat kanaal stond... verwees wel naar België toe. Dus alles wat hij plaatste. Mm-hmm. De kinderen die hij zwart maakte. Die hadden zeg maar ook een Belgisch accent. En ga je toch een beetje in die richting zoeken. En dan tot slot vind je dan allemaal video's die hij heeft geliked. En dan zie je dus daar een video van een vriend van hem. En dan weet je 100% zeker. Want als je op zijn Facebook kijkt. Dan, en ik heb hem gevraagd om bewijs. En hij heeft dus bewijs gegeven dat hij... Ja, nou, dat hij het heeft gedaan. Want hij had dus op Facebook had gezegd van... wil je niet zeggen dat ik het ben? En ja, dat heeft hij dus wel gedaan. Want dit soort dingen moeten ophouden. Dat is het eigenlijk. Mm-hmm. Ik wil u bedanken voor uw tijd in ieder geval. En ik hoop dat... u bent bedankt dat ik dat weet nu. Ik weet dat. Ja. Dus die gaat wel een heel goed gesprek hebben. Ik ga... Mijn mama is nog niet thuis. En als mijn man thuis komt, dan... is helemaal als u bewijs nodig heeft of et cetera. U heeft mijn telefoonnummer nog. Dan kunt u altijd een berichtje sturen. En dan wisselen we e-mailadres uit. En dan stuur ik alle bewijs op. Ja, oké. Is altijd mogelijk als dat nodig is. En verder wil ik het voor nu zo laten dan. Bedankt. Oké, maar dat is goed. Dat is goed. Ja. Oké, fijne dag nog. En ja, mijn excuses voor het ongemak. Je bent bedankt hoor. Dus pak als er, als ik dat later wist, dan dat was het misschien erger geweest of zo. Ja. Je hoort momenteel zoveel dingen op gebeuren op Facebook. Op een gegeven moment. Via Facebook en weet ik veel allemaal. Wat. Ik ben er zelf geen Facebook. Dus ik begin er helemaal niet aan. Ik heb er zelf heel weinig. Maar ik respecteer wel de mensen die dat hebben en die dat willen en die dat fijn vinden. Maar ja, ergens moet je privé-dingen hebben. En daar gebeuren ook zo soms zo rare dingen wat je ook hoort. En zelfmoordpogingen en die heeft dat gedaan en die heeft dit gedaan. Ja, het had inderdaad kunnen leiden tot waarschijnlijk wel een aangifte, want zover ging het wel. Hij heeft echt kinderen zwart gemaakt en dan kunnen, als ouders daarachter komen, dan konden ze echt wel aangifte doen voor smaad, laster. Want hij had dan bijvoorbeeld een video geüpload van een ander kanaal, gewoon hele onschuldige jongetjes van een jaar of 8. Die hadden een leuke video gepost, die heeft hij van het kanaal afgehaald, heeft hij op zijn eigen kanaal gezet. En heeft hij er een liedje bij gedaan waar kanker in staat en hij heeft... paar keer kankerkinderen in beeld gezet. Hij heeft ze compleet zwart lopen maken. En ja, als de ouders erachter komen, dan kan dat ook nog tot een aangifte leiden eventueel natuurlijk. Oké, maar dat is heel fijn dat ik dat weet. En hij gaat toch een serieus gesprek aangaan. Voor nu wil ik eerst wel...
Ja, voor nu wil ik eens wel zeggen dat de video's eraf zijn. Die heeft hij dus wel verwijderd. Dus daar zal hij verder geen last meer van hebben. Maar het is wel gebeurd. Dus vandaar dat ik wel even... Oké, maar zo dat zal niet meer gebeuren. Ik geef u mijn woord daarvoor. Ja. Is goed. En zoals ik al zei, als u bewijs nodig heeft, u kunt me altijd nog contacteren eventueel. Oké, dag. Ik hoefde niet echt mijn hart te zijn. Ik heb even een paar keer doorgevraagd. Het gesprek is nu ook 15 minuten lang. Jongens, ik bedank jullie voor het kijken naar de internethelden is aangepakt. Aflevering 6, Belgische aflevering. Jongens, bedankt voor het kijken. Druk op dat blauwe duimpje omhoog als je een leuke aflevering vond. Laat in de reacties achter van wat jij hier nou vindt. Ik ga er 100% van uit dat je straf krijgt. Want in de screenshot die ik heb laten zien in de video van Facebook staat ook al dat zijn moeder een paar keer de muis heeft afgepakt van de computer. Waarschijnlijk omdat hij rare websites bezocht. Nou ja, kijk, als je muis al wordt afgepakt en je krijgt dit te horen. Volgens mij wordt dan gewoon de computer in de fik gestoken daar thuis. Hoeft ze nooit meer op het internet te komen. We hebben weer een internetheldje aangepakt. Ik weet niet of er volgende week weer een aflevering komt. Ik doe mijn best. Ik zit de hele tijd een beetje in upload-nood. Ik heb steeds niet genoeg tijd. Maar ik ga proberen om volgende week weer een aflevering te maken. In ieder geval een nieuwe video. Of het internetheld is, weet ik niet. Want het internetheld is kost echt heel veel tijd. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Dan komt de blauwe duimpje omhoog. Ik ga deze video editen. En dan zien jullie hem. Dat hebben jullie dus nu allemaal gezien. Jongens, bedankt voor het kijken. En kijk ook even in de beschrijving hoe jij mij kunt helpen met haatreacties opzoeken. Jongens, doeg. Later.